Novi! Ja? Intro! Okay, people, let's go to work. Zo, en we zijn hier lekker bezig met een kleine renovatie aan de Clownerval. Een attractie die, ik zet mijn geluid een beetje zachter, die zeer geliefd is. En vooral bij Roey. Toch, Roey? Oh ja? Nee. Helemaal niet. Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik dacht dat het wel een hele favoriete attractie van jou was. Nee, niet. Echt niet? Waarom nee, dat is ook vind, niet. Vind je het niks? Ik vind het niet niks, maar het is niet mijn favoriete attractie of zo. Nou, hij heeft wel de meeste wireless redstone die een attractie maar kan hebben. En dan praten we over meer dan bijna 60 tot 70 bewegingen in de attractie. Nou, en als je dat telt, dan bijna 140 signs tot 160 signs staan hier onderin in de gangen. En nu zijn we dus, ik heb een muur gesloopt en toen bevond ik ineens in een grote kamer. En ik dacht van, wauw, daar moeten we even iets maken. Dus ik zet hier alvast een NPC neer. Even kijken hoor. Zo. En dan zetten we hier nog een NPC neer. Nog een clowntje. Twee clowntjes staan hier en die geven een optreden. En Roey, wat hebben zij in de hand? Ja. Ik denk dat zij hebben gevist net. Wat dan? En terwijl ze naar terwijl ze boodschappen gingen doen, maar die ene clown begreep het niet. Ja. Dus dan pakken we ook een item frame en dan, om het even te verduidelijken, zetten we daar een hele grote fish op. En we hebben natuurlijk nieuwe visjes in de update, namelijk de Powerfish, of de Pufferfish. Is de Pufferfish? Oh. Ja. Lijkt naar een zonnetje, Roey. Zie je dat? Ja, cute. Die kunnen als zonnetjes gebruiken, dat is wel leuk. Ik zou lekker hier doen, Roey. Geef eens een torch. Ja, daar. Of je zou hem nog hierachter kunnen doen, dan lig je gelijk het landschap erachter. Kijk. Maar zo kan het ook, kijk. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Moet je wel aan allebei de kanten... Wat? Een item frame doen. Oh ja, ja, zeker. Nou, doe maar. Plaats ik de vis. Ja, Had ik al. Nou, doe maar dan. Hier, doe maar. Ja, nou heb ik hem weggedaan. Hoe kan je zo'n visje wegdoen, Roey? De meest prachtige vis die er is. Echt, hè? Doen we hier nog wat gras, zo. Zo, dat hangt ook een beetje zo. Een beetje groen hebben. Zo. En hier nog wat groen, zo. Is het leuk, zo? Of niet? Beetje smal. Leuk, hè? Beetje smal. Maar het gaat wel. Misschien leuk. Leuke bloemetjes. Misschien kunnen we dat potsel, dat gebruik ik meestal. Mm-hmm. En dan kan je misschien een groot bloemetje en dan kan je als voorgrond zetten. Dus als wij nou hier een grote roos neerzetten, zo'n grote roseburn struik. Of een, Ik plaats een rode en er komt een... Oh, deed jij dat? Oh. Slimpie. Nah, plaats er nog eens hierheen. Maar even kijken wat hier beneden zit. Ja. Oh, niks, denk ik. En dan zie je iets heel raars. Zo. Nou, en dan misschien op de achtergrond, dat we hier nog een potgrond neerzetten. Zo. En dan zetten we nog een rooi op, zo. En hier nog één. Rooi, zet jij daar nog iets wat op? Zo. Kijk. Mooi. Dit ziet er leuk uit. Kijk wat. En waarom zijn we dit aan het doen, Roey? Een beetje een renovatie. Oh, omdat we dit gaan opnemen. We gaan dit opnemen. We gaan Roey dadelijk opnemen. Maar eerst voordat we Roey gaan opnemen, gaan we natuurlijk even deze attractie laten zien. En we gaan de onderrijd laten zien van deze attractie. Dus misschien kunnen we hier ook... Ja. In het water zitten allemaal eendjes. Misschien kunnen we hier ook nog wat gras aan toevoegen. Lilypads. Ja, ja. Dan doe ik wat groen gras hier. Ik vind die ook liefst, vind ik altijd zo mooi. Dat groene maakt het zo, hè? Mhm. Hele kleine groene dingetjes, blaadjes hier aan de bovenkant. Zo. Misschien leuk zo. Ja, dit ziet er al veel leuker uit. En hier zo, het hangt zo een beetje zo naar beneden. Leuk. Leuk toch zo? Je moet die hoekjes juist, moet je dingen laten hangen. Dat is leuk. Zo. Zo, kijk eens. Nou, dit ziet er al veel schöner uit, toch? Uh-huh. Hier nog wat. In het hoekje. Daar zit er eentje achter, zie je? Die zit er net naast.
Nou, ik zou hem... Ja, dit ziet er al veel beter uit, toch? Kijk wat hier achter zit. Voor mij zit hier achter al de muur, de wand. Dus daar kunnen we niet veel doen. En hier kan je al de attractie... Kijk, wat is daar zo? Kijk, even loeren hoor. Oh, hier kun je zo'n klein... Hier kan je vast loeren naar de attractie. Misschien wel leuk om dit open te laten. Moet eens kijken, Roy. Oh ja, maar dit... Oh ja, dat kan wel. Ja, dan doe je dit dicht zo. Kijk. En dan kan je deze, hè? Ja, laat ze lopen. Ja. En dan kan je hier nog even een cauldron neerzetten voor een prullenbakje. Dat is realistisch, hè? Kunnen mensen de troep weggooien. En ervoor zorgen dat ze niet eroverheen kunnen springen. Maar dat kunnen ze niet. Ze kunnen proberen wat ze willen. Even de attractie mooi afwerken. Plop, zo. Of nee, dat moet juist een brik worden. Om het echt... Puntje op i. Even de bricks. Zo. Daar ook nog een beetje. En dan... Oh, waar zit ik op een plateautje? Nou, dit is een mooie renovatie toch, Roy? Ach. Mooi kan ik het niet... Zo. Leuk hoor. Oh, je hebt, oh, kijk, je hebt gelijk een slab toegevoegd. Leuk. Nou, hier kunnen we misschien... Even kijken, wat zit hier achter? Hier kunnen we drie hoofdjes plaatsen. Twee hoofdjes. Nou, hier heb ik toevallig een kroebeerhoofdje. En ik heb natuurlijk de clownhoofdje moeten even pakken. Die staat namelijk... clownen. Leuk zo. Leuk. Dan ga je door de attractie heen. Zigzaggend. En nu kunnen we ook weer hoofdjes neerzetten, zie ik nu. Oh, daar niet. Zo, dan moet je hem daar ook afkappen zo. En dan pakken we dus een paar hoofdjes, zetten we ook daar neer, zo. Leuk, en dan zetten we daar een painting in midden. Of zullen we daar een leuke flowerpot neerzetten, Roy? Dat is ook misschien wel leuk. Dat kan zeker. Kom eens kijken, wat zou jij doen? Want ik mis ook nog wel flowerpots met een hele leuke zonnebloem erin. Of wat kan er in de flowerpots? Of wil je dit? Of wil je die painting? Voor een painting zetten? Waar? Een flowerpot, kan je die überhaupt voor een painting zetten? Nee, maar, jawel. Ja, kijk. Oh, grappig. Oh. Ja. Nou, ik zou er eentje doen, denk ik. Zo is wel leuk. En misschien kunnen we hier een painting veranderen. Kunnen we hier ook een bloempje neerzetten, zo. En hier zitten al twee cauldrons. Nou, dat is leuk. Voor mensen een afval. En dan zou je hier nog even een heel leuk... Het is een grote vlakte, natuurlijk. Het is een, oh, ja, is ook weer... Je hebt gekopieerd volgens mij. Ik kom eraan. Het is... Nee, ja, het is al weg. Oh, het was een beetje roze hier. Oké, een beetje roze. Een beetje roze. Nou mensen, dus dan weten jullie, we hebben de clown voor ingang een klein beetje gerenoveerd. En ook de attractie zelf ziet er ook... Hé. Hey. Wat zak. Wat is er? Wat? Weer gekleurd glas. Misschien wel leuk. Oh ja. En doe je dat dan ook hier op? Of is dit leuker met glas? Ik denk dat dat dikke glas ook wel leuk staat. Wil je dat ook hier plaatsen, dat dikke glas? Mm-hmm. Oh, dat ziet er grappig uit, ja. Oké, nou jongens, we gaan in de onderrijd gaan we zien hoe dit er uiteindelijk uitziet. En ik heb trouwens hier nog een... we kunnen hier nog wat maken, Roy. Een soort van... ja, hoe noem je dat? Kleine kamer. Nou ja. Oh. Zo. En dan zou ik hier zo. En dan kunnen we hier nog een clowntje neerzetten. Of wat kunnen we hier neerzetten? Misschien een beertje. Dus dan pak ik een brown. Maar mensen, ik stop de video. Want hoe het verder uitziet, dan moet je zelf in de park natuurlijk gaan kijken. Wat we nog meer gaan aanpassen aan de attractie. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor mede, Roy. Aan deze ingangrenovatie. Ja. Doei, doei.